Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag een puntsjaal haken en het is een heel makkelijk patroon in twee toeren. Kan ik het uitleggen, maar ik heb geloof ik de eerste 7 toeren heb ik uitgelegd in het filmpje. Maar eerst wil ik jullie hartelijk bedanken voor de duimpjes omhoog, het abonneren, zet AWB de notificatiebel aan, want deze wordt deze voeg ik toe aan de afspeellijst omslagdoeken. En zodra je geabonneerd bent dan, en je hebt de notificatiebel aan, dan krijg je meteen een berichtje als ik weer een nieuwe video op upload. Dus we gaan deze omslagdoek maken van de Eva wol van de Vibra. Hij is echt heel mooi geworden. Het is een puntsjaal en hij heeft echt hele makkelijke toeren, zodat je het bij de tv kan gaan haken. En laten we gauw beginnen. Ik ga hem wel haken met een gewoon bolletje wol, omdat ja, ik heb de Eva wol nu natuurlijk al gebruikt, maar zo zie je hoe het verloop is van die puntsjaal. Echt mooi, van donker naar licht, hoe dat je het ook hebben wil. En ja, zo zie je het patroon. Het is echt heel makkelijk aan te leren, zeker ook voor een beginner te doen, en ik probeer het zo rustig en zo makkelijk mogelijk uit te leggen. Je hebt nodig haaknaald nummer 6 en een schaartje en een stopnaald om het laatste draadje weg te werken, en dan gaan we beginnen. Dit is echt om het uit te leggen, en dat probeer ik altijd zo rustig mogelijk te doen. Dus je maakt een opzetlus. Je haakt 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. Dan ga je een stokje steken in de eerste steek. Dan heb je dit. Dan ga je 4 lossen doen. 1, 2, 3, 4. En dan steek je weer in dezezelfde steek in. En dan maak je weer een stokje. En dan ziet het er zo uit. Dan gaan we een dubbel stokje maken in diezelfde steek. Een dubbel stokje is 2 keer je draad omslaan. In die opening weer een dubbel stokje. 1 keer doorhalen, omslaan, 2 keer doorhalen, omslaan, 3 keer doorhalen. Dus dit is het dubbele stokje. En dit is je begin van je puntsjaal. Dan gaan we weer 4 lossen maken. 1, 2, 3, 4. Dan keer je je werk. Je houdt altijd dit begindraadje aan de onderkant. En je keert je werk zo als een blaadje. Zie je? En dan pak je weer je haaknaald op. Dan draai je een beetje mee hoor. Dat, ja, dat leer je vanzelf als je vaker haakt. Als je je werk hebt omgedraaid en je hebt 4 los gedaan, dan is dit je resultaat. En nu gaan we in het midden, gaan we 3 samengehaakte stokjes maken, 3 lossen en weer 3 samengehaakte stokjes. Dus omslaan, niet in deze, maar in de middelste opening. Daar gaan we doorhalen, omslaan door 2, dus een half stokje, omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 2, omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 2, omslaan, en je haalt je draad door 4 lussen. Dan ga je 3 lossen maken. 1, 2, 3. En dit, het begin draadje, dit hou je altijd aan de onderkant. Je hebt dus nu 3 lossen gedaan en nu ga je hetzelfde doen, weer 3 halve samengehaakte stokjes.
je slaat je draad om de naald, je steekt in, je haalt door, omslaan, door 2, omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan, door 2. Je hebt er nog 3 op je haaknaald, nog 1 keer, omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan, door 2, omslaan en je haalt je draad door 4. Dan heb je er mooi 2 groepjes gemaakt met 3 losse ertussen. Dan gaan we op het einde hierin, tussen het stokje en de losse in, gaan we een dubbel stokje maken. Dus 2 keer omslaan en we gaan hierin een dubbel stokje maken. Je haalt je draad op, omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan door 2. Dan is dit je resultaat. Dan gaan we nu 4 lossen maken. 1, 2, 3, 4. En we keren het werk. We laten de draad onderaan. We pakken het werkje op en we draaien de omslagdoek. Ja, je werkje nog. Het is nog geen omslagdoek. Dan gaan we in deze eerste opening een stokje, 3 lossen en een stokje maken. Dus omslaan in de eerste opening. We gaan een stokje maken. 3 lossen. En weer een stokje. Dan komt dit begin er zo uit te zien. Dan gaan we in het midden hier. Hier gaan we 7 stokjes maken. Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, 7. En dit is toer 3, komt er dan zo uit te zien met een stokje, 3 losse, een stokje en je gaat meteen in die opening 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stokjes maken en aan deze kant ga je weer hetzelfde doen als wat je hier hebt gedaan. Dus hier ga je meteen door met even garen pakken. Een stokje, 3 lossen, een stokje en we gaan hier in die laatste, hier deze opening, gaan we meteen een dubbel stokje maken. Dus 2 keer omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan door 2. Dus dit is het einde van toer 3. En dan is dit je resultaat. Op het einde van toer 3 gaan we 4 lossen maken. 1, 2, 3, 4. En dan keren we het werk weer. Je houdt het draadje in het midden aan de onderkant. En dan gaan we aan de vierde toer beginnen. En de vierde toer zijn samengehaakte stokjes en die haak je samen in die opening van het stokje, 3 losse, een stokje. Dus hier gaan we halve samengehaakte stokjes maken. Ik zal het even rustig doen. Je slaat eerst je draad om je haaknaald, je steekt in, je haalt je draad op. Oh, ik steek verkeerd in, sorry. Omslaan tussen die 2 stokjes in, je gaat draad ophalen, omslaan door 2, omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 2. Dus dan heb je er al 2. Omslaan, insteken, je draad ophalen, omslaan
door 2. Dan haal je je draad weer op en je haalt ze door alle vier de lussen. Dan gaan we daar 3 lossen tussen doen. 1, 2, 3. En dan gaan we in diezelfde opening weer hetzelfde doen. Dus je haalt je draad op, je steekt in, je haalt je draad weer op, omslaan door 2, omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 2, omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 2, omslaan door 4. En dan is dit het begin van je vierde toer. En dan kom je aan bij die 7 stokjes, maar dan ga je eerst 3 lossen maken. Omslaan, doorhalen, 1, 2, 3. Dan zoek je van die 7 stokje de middelste op, dus de vierde. 1, 2, 3, in de vierde. Daar zet je een vaste. Doorhalen, omslaan, door 2. Dat gaan we weer doen. We gaan weer 3 lossen maken. 1, 2, 3. En dan gaan we naar die volgende opening. En daar doen we hetzelfde als dat we hier met die 3 halve samengehaakte stokjes hebben gedaan. Dus je slaat om, je steekt in, je haalt je draad op, omslaan door 2, omslaan door insteken, draad ophalen, omslaan door 2. Omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan, door 2. Dan sla je weer je draad op en je haalt ze door 4. Dan doe je daar weer 3 lossen tussen. 1, 2, 3. En je gaat nog een groepje maken. Als de afspeelsnelheid gewoon staat, kan je die ook langzamer zetten en ook sneller. Dat doe je rechtsbovenin. Hier staan puntjes op YouTube. In je filmpje, daar kan je op klikken en dan kan je de afspeelsnelheid aanpassen. En ik ondertitel ook, meeste van mijn video's zijn ondertiteld. Als je die aanzet, dat is ook een grote hulp. Nu gaan we de toer hier sluiten, toer 4, met hier een dubbel stokje. In die opening een dubbel stokje. En dit was het einde van toer 4. En dan is dit je resultaat. Dan gaan we naar toer 5 met 4 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, sorry, 4 lossen na toer 5 met 4 lossen. Nu gaan we weer, omdat je die puntsjaal wil maken, gaan we hier weer in die eerste opening hier tussen, gaan we weer eigenlijk een stokje maken. Dus echt tussen de eerste en het samengehaakt stokje, daar zet je stokje in. Dan 3 lossen, dan weer een stokje in die opening. Kijk, dan heb je alweer de meerdering gemaakt. En dan ga je weer 7 stokjes in deze opening tussen die samengehaakte stokjes zetten. Dus je slaat om, je steekt in en je maakt 7 stokjes. Een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven. Nu zijn we in het midden van de vijfde toer. Dit is het midden. Dit hou je aan in het midden. Daar zet je een stokje. Meteen na die zevende ga je hier naar die vaste. Daar zet je in en dan maak je een stokje.
dan maak je 3 losse, 1, 2, 3 en dan zet je weer in die vaste een stokje, in diezelfde vaste. Zie je hoe mooi dat het resultaat eigenlijk wordt, dat je elke keer ja je patroontje volgt en het zijn maar 2 toeren, alleen je moet zorgen dat je meerdert aan de zijkant. Maar we gaan verder, we gaan nu weer meteen naar die ja V-steek of die stokje, 3 losse en een stokje, ga je hierin meteen weer 7 stokjes zetten. Nu heb je 7 stokjes gezet en nu zie je dat je nog een V-steek moet maken, dus je gaat meteen door in die opening hier, daar ga je een stokje zetten, 3 losse en weer een stokje, en om de toer te eindigen zet je een dubbel stokje, dus 2 keer omslaan in dezelfde opening, door 2, omslaan door 2, omslaan door 2. Dit was het einde van toer 5 en dan gaan we nu naar toer 6. Dan maken we weer 4 lossen, 4 lossen en dan keer je weer je werk. Je keert je werk door het werk op te pakken als een blaadje en dan hou je haaknaald rechts en dan heb je hier weer het begin voor toer 6 en toer 6 beginnen we weer met die halve stokjes, dus je herhaalt elke keer de even toeren en de oneven toeren, dus nu ben je met de even toeren bezig, de even toeren zijn met die samengehaakte stokjes en die samengehaakte stokjes die zet je tussen die V in. En er zijn samengehaakte halve stokjes en het zijn er 3 en je zet er ook 3 losse tussen, 1, 2, 3 en je zet er weer 3 halve samengehaakte stokjes en je weet nu al wat je moet doen. Dat zijn 3 losse maken en een vaste in het midden van die 7e. Zo wijst het patroon zich hele, ja, het hele patroon. Dus 3 losse, je zet een vaste in de 4e en je maakt weer 3 losse. Dan ga je in die V-steek meteen je groepje van 3 halve stokjes maken. Met 3 losse tussen. Dan ga je weer 3 losse doen. 1, 2, 3 en je zet in de 4e een vaste en je doet weer 3 losse en je gaat weer die samengehaakte halve stokjes doen en dit doe je 3 halve onafgemaakt, dit is 2 en dit is 3 en je haalt je draad door, 4 lussen, omslaan, 3 losse en weer een groepje.
Als je dit eenmaal door hebt, ja, dan kan je gewoon lekker bij de tv verder haken. Kijk, dit is dan toer 6. En dan gaan we toer 6 eindigen weer met een dubbel stokje. Dus je slaat twee keer om. En je zet in de opening je dubbele stokje. En dit is het einde van toer 6. Dan gaan we naar toer 7. Ja, en die is natuurlijk hetzelfde als toer 5. Maar goed, we doen toer 7 nog even afmaken. Met 4 lossen. 1, 2, 3, 4. En dan keer je je werk en dan zie ik je daarna weer terug. We gaan nu naar toer 7. Dus we keren het werk. We hebben 4 lossen al gemaakt. Ja, ik doe altijd even goed kijken dat mijn draad even goed hangt. Zo. Dan zie je dat je hier dus weer die V moet maken. Dus omslaan. Een stokje. 3 lossen. Omslaan en een stokje. En dan gaan we hier weer in, meteen in die opening gaan we 7 stokjes maken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan gaan we in het midden weer, hier gaan we weer een V-steek zetten, dus een stokje, 3 lossen en een stokje, stokje, 3 lossen en een stokje. Je kan het patroon ook bij mij bestellen, dan stuur je mij een privéberichtje. En je gaat weer in die volgende opening 7 stokjes zetten. En zo herhaalt het patroon zich continu. 7 stokjes in die openingen. En weer bovenin een V-steek met 3 lossen tussen. En anders zet je de video even stil, dan kan je het beter volgen. Je houdt een beetje de minuten in de gaten, welke minuut dat je bent. Zie je hoe mooi dat het wordt. Ik zal de laatste nog even meedoen. Hier zet je weer 7 stokjes in. Het gaat niet om snelheid, hè? Je moet het gewoon door hebben en dan op een gegeven moment zit het in je hoofd. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. En de laatste gaan we weer een V-steek maken. Dat is ook meteen je meerdering. Een stokje, 3 lossen en weer een stokje. En we eindigen toer 7 met een dubbel stokje. Je kijkt ook altijd eventjes of je het goed hebt gedaan, dat je echt ziet van dat je geen foutjes maakt, anders moet je per toer eventjes terugkijken
Kijk, dan hoef je niet zoveel toeren uit te halen, dat je ziet dat het klopt. En dan zal ik heel even nog mijn sjaal erbij pakken, dat je het eindresultaat ziet. Momentje. Kijk, ik heb nu de sjaal erbij en je ziet gewoon het eindresultaat. Hoe leuk dat dit, ja, makkelijk ook, gewoon makkelijk, twee toeren zijn. En ik zou zeggen, heel veel plezier mee. Bedankt voor het kijken, graag de duimpjes omhoog. En abonneren, hier op mijn foto klikken. En dan zie ik je bij de volgende video weer terug. Bedankt voor het kijken.